We staan hier op het kruispunt van de Tulpenstraat en de Donderslagse weg. De nutsvoorzieningen worden nu verlegd. De voorbereidende werken eigenlijk voor het grote werk wat binnen 2 maanden afgewerkt moet zijn. Hier gaat een beveiliging, de fietsoversteek, geplaatst worden. Waar we heel blij mee zijn. Het geheel kadert zich ook in 3 werken eigenlijk die aan elkaar gelinkt zijn. Enerzijds is er de rotonde aan Kellechterhoef die nu afgewerkt is. Ter waarde van een 850.000 euro. Deze werken zijn ter waarde van een 450.000 euro. Maar nadien worden beide nog verbonden door een vrijliggend fietspad. Waarbij ook de weg zal worden aangepakt. We zijn heel blij, want de vrijliggend fietspad bijvoorbeeld zal dezelfde verlichting hebben. De bijzondere verlichting die nu al in de dreef van Kellechterhoef gebruikt is. En op die manier willen we in de toekomst werken aan het toeristisch fietspad. Dat Hengelhoef, waar we nu hier staan, over Kellechterhoef tot aan Molenheide zal verbonden worden. Het is dus zo, de rotonde in Kellechterhoef die is nu afgewerkt op de beleiding na. Hier zijn de werken nu vandaag gestart en die gaan door. En de bedoeling is op een 2-3 maanden dat volledig af te werken. Voor het laatste werk, het vrijliggend fietspad, is nu voor de tweede keer de vergunning binnengebracht. Dan moet er een aanbesteding gebeuren, maar de bedoeling is om eind dit jaar dat toeristisch fietspad volledig afgewerkt te hebben. We zijn ook heel blij aan de andere kant van Hout aan de Hellecht, aan de rotonde met Lilo, zijn er al grote werken ook recent afgewerkt. Hier, de Donderslagse weg, was een heel gevaarlijk punt voor fietsers, omdat hier veel zowel toeristische fietsers doorkomen als fietsers die naar het werk gaan. Met het kruispunt, vooral met de Tulpenstraat. Als gemeente gaan we ook nog bijkomende ingrepen doen in de Tulpenstraat zelf, maar dit is dus de hoeksteen, de start. En dan is de Tulpenstraat de verbindingsweg naar het centrum van Houtalen-Oost. Dus dat is heel belangrijk dat die dingen allemaal aan elkaar hangen. En op die manier kunnen we de veiligheid en het toeristisch plezier tegelijkertijd aanpakken en serieus verhogen.